De Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft informatie verstrekt aan belanghebbenden om in aanmerking te komen voor de Matching Grant Facility, MGF. De MGF is een ondersteuning naar de boeren toe in de vorm van materiaal. De regering van Suriname wil meer aandacht voor ondernemerschap en innovatie in snel groeiende sectoren. Om dit te bereiken zijn ontwikkelingspartnerschappen gepland. Een van deze partnerschappen is SAMAP, welke gefinancierd wordt door de Europese Unie. De belangrijkste counterpart is het ministerie van LVV. Het doel is om de duurzame agrarische ontwikkeling te versterken door middel van concurrerende productie en een betere toegang tot de markt. In dat kader stelt SAMAP de Small Matching Grant beschikbaar. Hierbij kan de individuele kleine boer tot een maximaal bedrag van $5.000 aan equipment ontvangen met een eigen inbreng van 30% aan arbeid.